Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeist Actueel. In deze aflevering zijn we langs geweest bij Bianca Ozinga over de breuk in de gemeentefractie van het CDA. Kijken we vooruit op de plannen voor Koningsdag in Zeist en Bunnik en praten we met een slachtoffer van straatgeweld. Vanwege een verschil in politieke inzichten heeft de CDA-fractie van de gemeenteraad in Zeist ervoor gekozen om op te splitsen. Vanaf 12 april zal de CDA-fractie bestaan uit Marcel Fluitman en Vincent van Voorden. Bianca Ozinga zal verder gaan als onafhankelijk raadslid. Mevrouw Bianca Ozinga, fijn dat u er eventjes bent. U bent onafhankelijk raadslid geworden. Wat is er gebeurd? Ja, dit is mij min of meer overkomen. Ik heb niet de ambitie gehad toen ik vorig jaar in de raad stapte om in mijn eentje in de raad terecht te komen. Maar dit is hoe het is gelopen. En ik heb heel veel voorkeursstemmen gekregen afgelopen maart vorig jaar. En ik heb een eigen idee en een eigen geluid. En dat wil ik heel graag laten horen. En dat betekent dat dan vanaf nu vanaf deze plek gaat gebeuren. Dat geluid, heeft u dat niet kunnen laten horen in de CDA-fractie? Ja, dat heb ik wel laten horen. Zeker heb ik dat laten horen. Maar wij kwamen daarbij heel vaak niet op één lijn. En wat was dan eigenlijk het verschil? Een verschil in humeur of iets dergelijks? Nou, als dat het zou zijn, dan zou het wel heel erg schandelijk zijn dat dit de uitkomst is. Ja, dat gaat natuurlijk over fundamentelere dingen. Ik werk als teamcoach. Dat is mijn passie. Ik hou van mensen. Ik hou vooral van mensen verbinden. Dat is ook mijn stijl. Ik ben altijd op zoek naar verbinding. Dus ik heb in no time hier binnen de raad al met ontzettend veel mensen een hele mooie verbinding kunnen maken. En dat is ook de manier waarop ik graag politiek bedrijf. Verbindend. En dat is dus ook de taal die ik gebruik. En dat is niet per se hoe de CDA-fractie het gewend is te doen. En dan wordt het. Verschilt het. Ja. Maar u bent coach, zegt u, op dit vlak, op het samenwerkingsvlak. Hoe heeft het u dan kunnen overkomen, nota bene? Ja, het is echt heel erg vreselijk om dit mee te maken. En ik ben er natuurlijk bij geweest. En ik heb ook alles gedaan wat ik in huis heb om te zorgen dat het beter anders zou worden. En dat is niet gelukt. En dat doet me echt pijn. Dat is niet wat ik voor ogen had. En dat is ook niet wat ik gewild heb. Op de avond van 15 april zijn twee meiden lastiggevallen op het schoolplein van de Sluis. Slachtoffer Ray Schouten was het voornaamste doelwit van de agressiviteit. Ray vermoedt dat het komt omdat ze transgender is. Nou, ik was met een vriendin van mij op het schoolplein De Sluis rond 9:30 aan 22:00. En we waren gewoon een beetje aan het vibe op muziek ook. En toen kwamen er een paar jongens. Toen werd ik uitgescholden voor kankerhomo. Ik tolereer dat niet. En die vriendin van mij ook niet. En toen heeft die vriendin van mij hun terug uitgescholden voor wat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar toen kwamen hun naar ons toe. Toen gingen ze al zeggen, ja, je moet niet met ons fokken. Wij zijn van deze buurt. Het is onze buurt. En toen zijn ze uiteindelijk weggegaan. En toen 30 minuten, 45 minuten later kwamen hun weer terug. En toen hebben ze, bleef een van de jongens zeggen van geef je vape, geef je vape. Eén jongen was al weggegaan en de andere jongen die bleef erbij staan. En ik bleef het niet accepteren. Ik zei gewoon nee, is mijne. En ik bleef het weigeren. En uiteindelijk kwam die naar mij toe, een van de jongens, en pakte die me echt gewoon beet bij mijn keel. En ging die met zijn hoofd tegen mijn hoofd aan. En bleef hij het zeggen en toen bleef ik weigeren. En toen zei hij zo van, ja, dan heb je echt problemen. Ik zei van, oké. Maar ik bleef gewoon weigeren, want het is hier van mij. Toen heeft hij me uiteindelijk op de grond gegooid. En toen werd ik wel heel bang natuurlijk. En toen hij me op de grond had gegooid, pakte hij me nog beet. Maar toen was mijn vape uit mijn zak gevallen ook. Dus toen heeft hij mijn vape gepakt en is hij weggerend met de andere jongen. En kende je de daders? Nee, ik kende de daders niet. De daders die kenden mij van TikTok, dat had ik wel begrepen. Want hun zeiden van, dat is die TikTok-zemmer. Maar ik kende ze helemaal niet. Ik wist helemaal niet wie het waren. Heb je wel eens vaker last gehad van intimidatie en pestgedrag? Ja, ik ben ook wel eens geslagen, maar niet op een hele heftige manier. Ik ben nog nooit bestolen en nu ben ik bestolen. En hij heeft mij echt gewoon met een trauma achtergelaten. Want ik vind het heel spannend nu om naar deze plek te gaan. Omdat ik gewoon bang ben dat weer hetzelfde gebeurt. Omdat ik weet dat hun in de buurt wonen ook.
We vroegen de verantwoordelijke wethouder meer hierover via een online call. We moeten echt een samenleving zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. Ook juist in die fase waarin je als puber aan het ontdekken bent wie je bent. Op 27 april is de koning jarig. Dat betekent dat we weer met Tom Poeze naar de markt gaan. Traditiegetrouw zijn er vele oranje fanaten actief met het organiseren van de activiteiten. Wat gaat er allemaal gebeuren de 27e? Nou, we hebben een heel vol programma. Dat kan je op onze website bekijken, koningsdagodijk.nl. En we beginnen natuurlijk met de vrijmarkt voor kinderen. Het begint om 10 uur. En dat loopt heel mooi door met een lunch naar het middagprogramma. We eindigen om 4 uur. En in die tijd allerlei leuke activiteiten, lekkere hapjes en drankjes, een leuk muziekje. Dus heel veel te doen. En alles gebeurt hier bij de SVO Dijk, toch? Klopt, dat is op het sportveld van de voetbalvereniging inderdaad. En het mooie is dat daar heel veel ruimte is en een hele veilige plek voor kinderen. Zodat iedereen daar heel veel plezier kan beleven. Ook voldoende ruimte voor springkussens. Dus het wordt een feest. Ik hoor u iets zeggen over een vrijmarkt voor kinderen. Ja. Dat is een kwestie van kleedjes neerleggen en dingen verkopen? Precies, we zetten het terrein af met mooie linten en straten. Zodat het een beetje niet in een chaos uitmondt. En dan kunnen de kinderen vanaf 9:30 kunnen ze naar binnen en hun handelswaar uitstallen. En dan natuurlijk elkaar spulletjes verkopen, want dat gebeurt meestal. Wat gaat dit jaar anders maken dan de vorige jaren? Nou, we hebben natuurlijk te maken gehad met corona, dus we hebben een paar jaar dus weinig kunnen doen. Of eigenlijk helemaal niets. En nu zijn we eigenlijk weer op het traditionele wat we eigenlijk de afgelopen jaren gedaan hebben. En je ziet toch dat er erg behoefte is aan een oranjemarkt in Zeist, want die wordt altijd goed bezocht. De lunch waar u het over heeft, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk wel weer heel leuk dat het weer terug is. Afgelopen jaren hebben we het door corona onder andere niet kunnen organiseren, maar de grootste lunch van Odijk. Dus alle Odijkers en ook een beetje in de omgeving zijn van harte welkom om met hun gezin gratis te komen lunchen bij ons. Wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. En die kunnen hier aan lange tafels aanschuiven en met elkaar lekker lunchen. Dus dat is heel gezellig. Maar een gratis lunch zegt u? U gaat toch nog wel wat inkomsten maken, denk ik? Nou ja, we hopen natuurlijk dat mensen een vrijwillige bijdrage willen doen. Dat is niet verplicht. Uiteraard helpt het wel ook voor volgend jaar weer om het mogelijk te maken. Dus het is gratis, maar ja, we hopen dat mensen een gulle gift doen. Waarom hebben jullie het programma zo geregeld? Ja, dat is eigenlijk ontstaan uit de vraag van, joh, de Zeist moet natuurlijk een beetje bruisend worden. Het is ook goed voor de ondernemers en voor de horeca dat er gewoon reuring is in Zeist. En ja, er is toch grote behoefte aan een oranjemarkt. Dus dat is eigenlijk de reden dat we dat weer zo gedaan hebben. De waardering voor het Koningshuis neemt af in Nederland. Wij vragen de mensen in Zeist wat zij van het Koningshuis vinden. Wat vindt u van het Koningshuis? Ik vind het prima, dat hele Koningshuis. Het kost een hoop geld, maar het heeft wel wat. Traditie. Niet heel erg nuttig. Nou, ze mogen er zijn, maar meer ook niet. Ik vind ze prima. Ik heb geen bezwaar. Ik denk dat elk land de bestuursvorm krijgt die om vanuit zijn eigen wensen en verlangens gewoon nodig vindt. En door de jaren heen heeft natuurlijk het Koningshuis een zekere mate van een stabiliserende factor gehad ten opzichte van het hebben van een president. Getuige wat we hebben gezien in de Verenigde Staten met Trump en dergelijke. Of je daar nou naar moet verlangen, weet ik niet. Helemaal prima. Het mag van mij blijven. Ja. Waarom? Omdat ik een traditie vind. En we leven in een tijd waar alle tradities afgeschaft worden, dus laten we proberen die te houden. Nou, ik vind dat Willem het best goed doet. Ja. Ook deze week praat Ben Werner ons bij over het lokale sportnieuws. Ja, weer op maandag. Lekker kunnen we kort terugkijken naar afgelopen weekend, maar er is ontzettend veel gebeurd. Bij Zeestrum hebben we een nieuwe coach kunnen contracteren, althans dat hebben zij gedaan. Edwin Shiahai Latua. Ik doe het iets wat vertraagd, want anders komt het er wat lastig uit. DSE Ed Teleur speelde tegen de vrouwen van Zeestrum en kregen met 0-1 klop. Hoop op een wondertje in Zeist, want DTS 35 uit Ede versloeg Eindhoven met 3-0. Ja, en die hebben nog maar 2 punten nodig. Dat hadden ze ook voor het weekend, maar voor ons nog even niet gehaald. Jonathan die gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Lunteren. Het werd uiteindelijk 3-3. En Dossé bij Wasmeer in Hilversum stond 3 keer voor, maar het eindigde uiteindelijk in 3-3.
3-3. En SV Zeist had een makkelijke middag. Bij rust was het al 3-0. Het werd uiteindelijk 4-1, maar winst was daar. Focus 07 uit Culemborg stond met de rust met 2-0 voor. Maar het Zeister FC Twente knokte zich terug naar 2-2. Dus wat dat betreft een hele hoop gelijke spelen, maar wel zo hier en daar positief. Zo ook voor Aurora. Dat zag Bunnik uiteindelijk toch nog met de punten weglopen. Dus weer wat minder positief. Bunnik scoorde in de 89ste minuut 1-1. Toch nog een gelijkspel dus. En Patria kon de 0-2 tegen Oudijk ombuigen. In de slotminuut scoorden beide ploegen ook nog eens een keer. Het werd uiteindelijk 4-3. En Seestum, dat dacht het telraam te kunnen meenemen tegen DWSM. Nou, niets was minder waar. Het werd uiteindelijk wel 3-1. Maar de meeste doelpunten werden gemaakt in de blessuretijd. Dus de fans hebben heel lang moeten wachten. OSM speelde gelijk tegen FC Driebergen. En lijkt daarmee misschien wel weer de titel in gevaar te brengen. Die het net in de week tegen, of de week daarvoor tegen Seestum bijna had veroverd, zeg maar. Austerlitz dat won met 4-1 tegen de degradant 1 Boys. Ook de concurrenten, Fire Lobby KDS uit Utrecht en Fiat uit Tienhoven wonnen moeiteloos. Dus nou, of daar nog een kampioenschap in zit, is de vraag. Aankomend weekend, 29 april, spelen de vrouwen van CITO een toernooi waarvan er 3 van de 4 gaan promoveren. Dat doen ze tegen VCV uit Veenendaal, Limes uit Vleuten en Tovo uit de Utrechtse wijk Lunetten. En er was alleen hockeywinst van de vrouwen van Phoenix. Die wonnen met 1-2 van de Kromhouters uit Tiel. Dank voor het kijken naar deze aflevering van Zeist Actueel. En heel graag tot volgende week.